Hallo, ik ben Hans Robrechts. In dit filmpje gaan we samen kijken hoe we de juiste druk regelen op een compressor. We zetten de schakelaar van de compressor aan. Er zijn twee drukmeters, één drukmeter die dienst doet voor het vat en een tweede drukmeter die zorgt voor de juiste drukregeling van de lucht naar het pistool toe. De linkse manometer die heeft een automatische terugslag of de motor valt stil als die op onder druk staat. Dit is geregeld door de producent, dus je kan dit niet aanpassen. Je kan alleen een aanpassing doen op de manometer of de drukregelaar die richting het pistool gaat. We kunnen deze druk regelen door de knop die ervoor staat omhoog te trekken. Dan is die vrij, we hebben een plus en een min op deze knop. Als we plus draaien, dan gaat de wijzer naar omhoog, of andere woorden, dan wordt de druk verhoogd bij de uitlaat richting pistool. Doen we de omgekeerde beweging, logischerwijze, dan verminderen we de druk. De spuitpistolen waar wij mee spuiten met een spuitopening van 0,15, 0,20, 0,30 tot maximaal 0,40, die gebruiken ongeveer een druk tussen de 1,5 bar en de 2 bar. Nadat ik de manometer op de juiste druk gezet heb, plaats ik de luchtslang eraan en bevestig ik het pistool. Ik ga nu op het ventiel van het pistool drukken om te kijken of effectief de druk constant is. En de enige manier is om te testen is lucht te geven met je pistool. Als je ziet dat de druk mindert, dan moet je kijken waar hij stabiliseert en je kan effectief verhogen of verlagen nog steeds. Ben je blij van de correcte luchtdruk, dan duw je de zwarte knop opnieuw naar beneden, zodanig dat die vergrendeld is en dat je steeds dezelfde druk hebt. Een tip voor je het toestel wegzet, probeer altijd het drukvat terug leeg te maken van de druk. Druk ook op het ventiel van de vochtafscheider, nu er nog druk op zit, om zo het overtollige vocht eruit te laten. Zo is hij steeds opnieuw gepoetst. Ik ga met jullie nog eens kort de verschillende stappen bespreken om de compressor onder de juiste druk te zetten. Dus schakel voor eerst de stroom in, zodat de compressor zich kan vullen met lucht. Als de terugslag is van het drukvat dat het vol is, ontgrendel dan de drukmeterknop bij de manometer van de output van de lucht naar het pistool. Regel door rechts en links te draaien de gewenste druk. Doe een test door je airbrushpistool eraan te koppelen en lucht te geven met het airbrushpistool. Ben je tevreden hiervan? In de zesde stap vergrendel je opnieuw de drukmeterknop. Succes en tot in een volgende video.